Dit is een nieuwsuitzending en die gaat over de oorlog tegen mannen. Mannen moeten eraan. Ik had ook laatst op het terras, want ik zit altijd op het terras, ik kan tenminste alcohol bestellen. En daar had ik het er ook over. Ja, kijk naar de kippenindustrie. Dat is een industrie van kippen. Of pieken, zoals ze in Groningen zeggen. Van die fladderende beestjes, je kent het wel. En die leggen van die eieren en die zeggen dan tok, tok, tok. Nou, als je dan die eieren, die kan je gewoon in één keer verkopen. Wij Nederlanders, wij zijn een enorme exporteur van eieren. En ook ongelooflijk leuke kippenmoppen in Nederland daarom verzonnen. En dan kan je die eieren verkopen en dan wordt een ei, wordt een omelet of het wordt een scrambled egg. Of je kan ook nog leuke dingen doen. Je kan het ook trouwens gewoon rauwen. Wat ook heel lekker is, als je geen veganist bent, hè, en doe je warme melk en dan klots een ei erin. En dan, lekker de binnenman, een beetje suiker erbij. Ja, zo kom je er als ei genadig vanaf. Maar stel, je wordt als ei echt een kip. Nou, dan word je gesext. En als het blijkt dat jij een piemeltje hebt, dan ga je in dat bijzondere bakje. En dan eindig je als goudhaantje. Zo heette dat product destijds. In roomboter gebraden haantjes. Kijk, haantjes hebben niet zo'n lang leven. Dat kan je als haantje gewoon vergeten. Tenzij je de enige gelukkige bent. En dan mag jij al die andere kippen, wep, 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 één grote pornofilm. Maar voor de rest gaan die haantjes er allemaal aan. En die vrouwtjes, ja, die blijven gewoon eieren leggen. Voor de enorme eierenexport. Dus die mannetjes worden gewoon gechopt, chopt. Dat is niet alleen zo bij de kippenindustrie. Dat is ook zo bij de varkensindustrie ook. Ja, natuurlijk. Maar ook bij de koeienindustrie. Denk je dat ze al die stieren in leven laten? Ja, dat is hooguit voor het grote feest in Pamplona. En dan gaan mensen in een korte broek heel hard lopen hollen voor die paar mannetjes stieren. Voor de rest worden die... er is een begrip dat heet kistkalf. Dat was hier in Nederland. Dus al dat broedsel van de koeien, dat werd gesext. En als het een mannetje was, dan kwam het in een kist terecht. En dan kreeg het, ja, iets van lammetjespap of zo. Dan heb je van het hele witte vlees, dat heet een viel. Op zijn Frans heet het denk ik ook viel of zo. Lamsvlees. Sorry, kalfsvlees. Nou, en bij die lammetjes doen ze precies hetzelfde. Al die... Weet je, een mannetjesschaap heet een... Zeg het maar. Maar die mannetjesschapen, joh, die hebben een houdbaarheid van bijna niks. Rammetjes? Wat rammetjes? Die rammetjes, ja. Nou, je hebt gewoon een houdbaarheid van niks. Tenzij je dat ene gelukkige rammetje bent, hè. Dan mag jij al die schaapjes... Even toch voor de lol, hè, over die kippenmoppen. Er was een man en die had dus iets van 5000 kippen. Hè? Allemaal vrouwtjes, hè? En die legden allemaal eieren. Maar ja, die werden ouder en ouder en ouder. En hij wilde ook weer kleintjes. Hè? Dus hij naar de markt. Op zoek naar een haan. En de gemiddelde haan was 10 à 30 euro. In die tijd dan, hè. En dan stond er gewoon een vent. En die had echt een hele mooie tent. En dan met één haan, hè. Die kostte 600 euro. Ja. Mocht die kippenboer.
Wat een onzin. Of waarom zoveel? Nou, zei die man, deze, dat is een echte haan, hè? En hoeveel kippen heb je dan? Nou, die man die biechtte op, ik heb er 5000. Nou, zei hij, nou, dat is helemaal geen probleem voor deze haan. Gewoon, we maken het uit. En toen dacht die kippenboer, nou weet je wat? Take a chance, take a chance, take a chance on me. Dus die mept gewoon 600 euro op de toonbank en die neemt dat beest mee. En die haan blij, jongen. Die zat helemaal te kukkelen, aanvallen. Want die snapte hem wel. Iemand had hem gekocht. Dus dat zou wippity-wip worden. En inderdaad, hij laat die haan los in zijn kippendinges, farm, boerderij, hal, hoe heet zo'n ding. En hij doet de deur dicht, want hij wil natuurlijk ook niet kippenporno kijken. En een gekakel, jongen, in de kip ook. Helemaal veren kwamen door de ruiten naar buiten. En uiteindelijk ging die boer hem even kijken van, leeft mijn haan nog, hè? Nou, hij doet die deur open. En al die kippen, al die vrouwtjes, die zitten allemaal helemaal uitgeveerd op hun rug. Hangen tegen elkaar aan. Weet je wel. Alles was zwanger. En die haan die loopt ze in de rondte. En die wil naar buiten. Nou, ja, die kippenboer die laat de deur openstaan. Die gaat terug naar zijn keuken om koffie te zetten. En die ziet die haan zo lekker in het gras een beetje in de rondte. Ja, lekker koude voetjes krijgen. Je hebt 5000 kippen gedaan. Dus ja, kom op, hè. Zo'n beestje wil ook wel een keertje een beetje, hè, relaxen. En dan gaat hij op zijn rug liggen. Die haan, hè. En de kippenboer die denkt, wat nu? Ik heb 600 euro betaald voor die haan. En hij heeft 5000 kippen gedaan. Hij is toch niet ziek? En dan loopt hij naar buiten en dan ziet hij daarboven een gier. Een gier, dat is een hele grote vogel. En die komt altijd af op dode beesten. Hè? En die gaan dan cirkeltjes draaien. Er was een gier. En die draaide cirkeltjes. Die kippenboer die dacht, dus die loopt erop af. En die kijkt die haan recht in zijn ogen. En die haan die doet zijn vinger voor zijn snavel. En die zegt, sst. En wijst naar boven. En die had nog even zin. Ja. Maar nu terug naar de realiteit. Dit is de Eerste Wereldoorlog. Die heb ik als eerste gepakt. Want behalve dus dat die haantjes... behalve dan die ene gelukkige haan van 600 euro... die nog even een gier wilde pakken nadat hij 5000 kippen had gedaan. Een soort Arnold Schwarzenegger van het kippenbroederschap. Maar de meeste... loopt er niet zo leuk mee af. Die gaan gewoon chop chop. Nou, dat is bij kippen zo, dat is bij varkens zo, dat is bij koeien zo. Bij paarden niet echt. Nee, bij paarden niet. Ook bij poezen en honden. Daar laten we de mannetjes gewoon in leven. Maar dat vleesindustrie gebeuren, dat is gewoon chop, chop, chop de mailmails. Alle mannetjes eraan. Nou, dat is dus ook zo bij de mens. Dat is heel verrassend. En hoe doe je nou mannetjes afslachten als je... Nou, zelf ook een mens bent, hè? Nou, de geniale therapie, of theorie, de beste behandeling, dat is om de mannetjes elkaar te laten afslachten. Dan hoef je niks te doen. Je hoeft alleen maar tegen het ene mannetje te zeggen, shoot, 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 shoot. En tegen het andere mannetje moet je zeggen, loop gewoon naar de mitrailleur. Want dat was de Eerste Wereldoorlog. En ik behoor niet tot de slimste der deze aarde. Want ik was dus toen overtuigd dat ze de waarheid spraken toen ze mij vertelden dat in de Eerste Wereldoorlog de mitrailleur voor de generaals een verrassingselement was. Want ze dachten in die tijd dus nog steeds in die ouderwetse oorlogsstrategieën.
Dus gewoon marcheren. En aan de andere kant zit een mitrailleur. Ja, die generaals, die zaten vol van verwarring. In zo'n mooi gebouw met asbakken en sigaren. Te kijken van, hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Wat is een mitrailleur dan? De generaals moesten nog leren wat een mitrailleur was. Nou, dat verhaal is helemaal niet waar. Ze hebben met opzet mensen tegen de mitrailleurs in laten lopen. En wat voor mensen dan? Waren dat allemaal vrouwen? Nee, dat waren allemaal mannen. Laten we even naar de plaatjes kijken. Dit idee, daar kom ik vandaag nog op terug. Maar... Ik kan nog een beetje klikken, Ja. Ja. Oeh, niet zo goed hoor. Oh, niet erg. Nou, ik scroll wel even. Hier, deze jongens. Daar links onderin. Met een gasmasker. Dit is gewoon het vermoorden van mannen. De hele Eerste Wereldoorlog was een hoax. Met die Frans Ferdinand die doodgeschoten was door een Serviër. En toen begon iedereen er heel erg moeilijk over te doen. En toen gingen dus hier, dit zijn denk ik de Fransen. Met een gasmasker op en een mitrailleur in een bosgebied. Een beetje ratatatatatatatat. Want Frans Ferdinand is doodgeschoten. Oh, 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 wat zijn we boos, zeg. En de rest bovenin, met die, dat heet dan een tanks. Die bieden je dan bescherming of zo. En dan die vliegtuigen, kun je lekker bommen mee gooien. Met ratatatatatatat. Het gaat om het doden van mannen. En in de Eerste Wereldoorlog zijn er echt mucho. Even kijken. Hoeveel kerels hebben ze dan? 9 miljoen. 9 miljoen mannen. Ah, het scheelt, hè? Het is een druppel op een gloeiende plaat, natuurlijk. Ja, ze waren ook pas bij de Eerste Wereldoorlog, dus... hè? Er is ook nog en passant, dat is een schaakterm, in het voorbijgaan 7 miljoen burgers gedood. En er was ook nog including the victims of a number of genocides. Ja, okie, wat is dat dan weer? In ieder geval 9 miljoen mannen en 7 miljoen mannen en vrouwen. Dat is bij elkaar 9 plus 3,5, dat is 12,5 mannen. 12,5 miljoen mannen en 3,5 miljoen vrouwen. Het vervelende van ons was, we bleven maar doorgaan met voortplanting. En toen was die Eerste Wereldoorlog niet genoeg. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En dan beginnen we hiermee. Ja, goed in volgorde houden. We krijgen zo dadelijk de Vietnamoorlog ook nog. Kijk, deze actie, die heet D-dag. De dag. Die day. En die was op 6 juni. En dat was dan het jaar, als je dit numeriek uitrekent, het jaar 5. Het was wel om 6 uur 's morgens. Dus op de zesde dag van de zesde maand, om 6 uur 's morgens, hebben ze dus dit geniale plan uitgevonden. Dus wat doe je? Je neemt gewoon bakjes. De allergoedkoopste staal of ijzer wat je maar kan krijgen, want dat spul hoef je toch niet terug. Dat kan net als dat gebeuren van 9-11, kan het afgevoerd worden naar de Chinezen. Maak er maar wat leuks van. Gewoon ijzer, denk ik.
En dan doe je aan de voorkant, doe je klepje open. En daarachter zitten dan de mitrailleuren gebeurs. En dan laat je al die jongens met een rugzakken, die dus helemaal niet kunnen bewegen, die laat je gewoon lekker wandelen tot aan hun middel in het water, op weg naar de mitrailleur. Ja, kijken hoeveel... wat overleeft er dan, eigenlijk? Veel, denk je dat? Ik dacht het niet, hoor. Hier gaan de meeste mannen aan kapot. Waarom is dat landingsvoertuig dinges niet gewoon het strand opgereden? Achterstevoren draaien. En dan de deuren uitzwaaien. En dan rat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 . Nee. We sturen gewoon die jongens met een rugzakken van ga maar lekker vakantie vieren in Frankrijk. En moet je nog even langs die vervelende Duitse mitrailleurs. Kijk maar of je het redt. En hoeveel vrouwen waren hier? Waar waren de feministes in die dagen? Nergens te bekennen. Ze zaten al lang blij te wachten in Berlijn dat ze... Oh, die day was een hele goeie. Dat is gewoon, dus even kijken hoeveel mensen ze dan, hoeveel mannen ze hebben omgebracht. Even kijken, zou het er ook mee. Oké, 24.000 Amerikaanse, Britse en Canadese. Wacht even, die kwamen, nee, maar die kwamen, er waren airborne troops. Yep. Ik ben er geweest, hè? In dat gebied. Ik ben echt bij die, van die gedenktekens en zo. Hoeveel mannen waren dat nou? Kijk hoor, aan de linkerkant heb je... Oké, dus 156.000 Amerikanen. Ja. Tegen 50.000 Duitsers. En die hadden dan 100 mm guns en 210 mm guns. En ze hadden ook nog 320 mm raketlanceerders. Oké. Oh, wacht even zo. Hieronder staat het. Er zijn er 4.414 gehemeld. En die Duitsers, ja, die konden niet tellen. De 4 tot 9.000. Ja, het scheelt. Het is, kan alleen maar leuker worden. Ze gingen in ieder geval die mannen, gewoon lekker weg met die mannen. Ik zal zo dadelijk gaan vertellen hoe dat in elkaar zit. Hè. Dan krijg je dus nu other losses. Deze link, daar kwam ik op met de zoekterm Eisenhower Death Camps. En hier staat het. Other losses is a... Ik zal het gewoon vertalen. Other losses, dus overige verliezen, is een boek geschreven door de Canadese schrijver James Buck. In 1989. Daarin beschuldigt hij dat de Amerikaanse generaal Dwight Eisenhower erop aangestuurd heeft om 1 miljoen Duitse krijgsgevangenen om te leggen door ze uit te hongeren. Hij heeft ze dus uitgehongerd. Hij heeft ze laten uithongeren. Around a million. Kijk, dat zet weer zoden aan de dijk, hè? Maar die day ging het over duizenden. Maar nu hebben we dus een miljoen mannen. En heel makkelijk, gewoon uithongeren. Ze hebben die mannen gewoon achter prikkeldraad gestopt.
En dat prikkeldraad was goed bevestigd aan echt goede palen. Van hout of beton, dat weten we niet. Maar dat prikkeldraad, dat zat goed vast. Dus daar kwam je niet doorheen. Niet met je handen. En voor de rest had je niks. Je had niet eens toiletpapier. Laat staan een toilet. Dat hou je 2 weken vol. Zo. Maar dan ben je een knappe jongen. Als je dat 2 weken... Dan moet je denk ik in een soort van kleermaker zitten. In het hoekje gaan zitten. Heel erg rustig. En dan zeg je de hele dag door... Aum. Ja, misschien dat je het dan 2 weken volhoudt. Zonder water. Leuk is dat. Ja. Nou, krijg je die andere grappige. De Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Ik had destijds... Indertijds, want ik vertel niet precies wanneer het is, maar het was destijds, dat is 1990 begin. Had ik een schoonvader. En die was betrokken geweest bij de politionele acties. Hij heeft mij verteld dat zijn club en hij zelf waarschijnlijk dus ook, maar dat laatste heeft hij niet echt gezegd. Hij heeft wel gezegd wat er gebeurd is. En wat ze gedaan hebben, is dat ze hele dorpen gereinigd hebben van mannen. Al die mannetjes eruit. Ja. Dat is een heel gedoe. Want dan moet je zo'n mannetje eerst ervan overtuigen dat hij een kuil moet graven. Omdat hij anders klappen gaat krijgen. Wat wil je doen, man? Wil jij eenvoudig dood? Graaf een kuil. Dan mag je voor die kuil gaan staan. En is het pief, paf, poef. Niks aan de hand. Of je graaft geen kuil. En dan krijg je gewoon met de kolf. Dan rammen we je voor je kop. En zo hebben onze Nederlandse mannen, allemaal Indonesische mannen, lekker afgeslacht. Collectief. Hele dorpen zijn ontdaan van mannen. Kill the man. Ja. En nu komt hij echt heel grappig. Ik pak hem er nog eventjes bij. Want dit heb ik dus van een bron. Even een type hoor. Blind, hè? In het donker. Hier gaan we dan. Deze man. Dus je kan het zo intypen, dan kom je gewoon bij hem terecht. Cutting Through the Matrix. En hij is een muzikant. Ook. En een radio host. Van hem heb ik dit verhaal. Over agent Oranje. Jullie kunnen allemaal spellen hoe je oranje spelt. Hè? Want wij zijn van oranje. Het huis van oranje is ons koninkrijk. Agent Oranje. Nou, het ziet er zo uit. Je hebt dus deze variant. Oké, dus agent Oranje heeft dus 2 verbindingen. Ja. Maakt niet zo heel veel uit hoor. Het belangrijkste is, hier zie je een benzeenring. En daar zie je 2 chloormoleculen. Atoom, 2 chloratomen, moet ik het goed zeggen. Hier zit een zuurstofatoom. En daar heb je nog een keer een dubbelgebonden zuurstof. En dan heb je de andere variant, dat is weer die benzeenring. Maar dan met 3 chloratomen. En weer die afleidings... manoeuvre of moleculair geregisseerde afleiding naar dat zuurstofding en dan heb je hier weer die zuurstof en die OH. Dit is een herbicide. Even.
boven gaan. Ja. Agent Oranje is een herbicide en een ontbladeringsmiddel. Ontbladering ga ik nu eventjes voor jullie opzoeken, dat ik het zeker weet. Ja. Een ontbladeringsmiddel is enig chemisch spul dat je uitsproeit op planten om te veroorzaken dat de bladeren ervan afvallen. Ja. Dat heet ontbladeringsmiddel. Amerikanen moeten ook echt ophouden met Amerikaans te praten, gewoon Nederlands praten. Ontbladeringsmiddel. Dan weet je gelijk wat het is. Nou, wat hebben ze nou gedaan met dat ontbladeringsmiddel? Nou, daar hebben ze inderdaad gewoon hebben landbouwgronden hebben ze ermee gesproeid. Hebben ze echt gedaan. Dat is vervelend voor het land. Dat is ook vervelend voor de vrouwen. Dat is ook vervelend voor het land. Wat hebben ze nou nog meer gedaan? Dat vertelde Alan Watt, deze man. Dit is een hoofd. Ze hebben een experiment opgezet. En allerlei soldaten uitgenodigd om deel te nemen. En ze hebben die soldaten in een carré gezet, een matrix, dus coördinaten. En dan eroverheen met dat ontbladeringsmiddel. En die soldaten, die hadden allemaal een inschrijfformulier, of een formulier om, ja, om een formulier, ik zal het niet meer inschrijven, maar een formulier. En zij moesten vertellen hoeveel blaadjes er vielen van hoeveel bomen. Binnen hun eigen gebied. Dus, ieder had een eigen stukje. Niet dat je dubbele rapportages krijgt. Hè? Dus, je hebt je eigen bomen om in de gaten te houden. En dan moet je zeggen, zoveel blaadjes zijn er gevallen. Al die soldaten hebben netjes al die formulieren ingevuld. En die mensen die hebben die formulieren gewoon lekker ingenomen. En toen begon het experiment. Want dat was, wat voor een gezondheidsklachten krijgen die mensen? Snap je de grap? Even terug naar hoe die verbinding eruit ziet. Dat is benzeen. Dat is een kankerverwekkend middel met chloor eraan. En dan deze is zo mogelijk nog leuker. 2,4,5-T. Nou, dan ben je helemaal de pok. Ja, en wat voor een klachten kregen die mensen dan? Zoiets als AIDS, zullen we maar zeggen. Ja. Ze waren gewoon kapot. En dan ben je een soort, ja, net als dat je een hamburger een dagje op je balkon legt. Dat gaat, daar komt de schimmel in, hè? De schimmel is all over the place. En als je dit soort rotzooi in je lichaam krijgt, ja, dan krijg je ook erachteraan schimmel, lijkt mij. Want iets gaat er kapot. Je gaat toch ook geen chloor drinken? Ter afsluiting. De moeder van mijn kind, die was altijd zo heel erg bang. Er moest een slotje op het keukenkastje waarin de schoonmaakmiddelen stonden. Nou, mijn dochter die bleef altijd netjes van dat slotje af. Het stelde trouwens niks voor. Maar daar bleef ze altijd van af, want ze had het idee van dat mag niet open, dat kastje. Ik zei tegen haar, of ik vroeg aan haar, heb jij enig idee waarom er een slotje zit op dat kastje? Nee, zei ze, dat weet ik niet. Ik zei nou, ik zal het je even voordoen, het gaat heel makkelijk open. Het was een slotje zonder sleutel, alleen maar een hendeltje. En dan moet je omhoog doen en hem rechts schuiven en dan is het deurtje open.
ik pak een fles met chloor eruit. Zo'n gele fles met een rode dop. Ik zeg, hierom is dat. Want er zijn kinderen en die denken dat dit limonade is. Want hè, het heeft een gele kleur en een rode dop. Oh, zei ze. Nou, en wat is het dan? Ik zeg, nou, maak maar open. Dus ik geef haar die chloorfles. En zij dus draaien aan die dop. En er zat een kinderslot op. Dat wist ik ook wel. Nou, ze kreeg me niet open. Ik zei, nou, kom maar hier. Dat is beschermd. Ik liet haar die pijltjes zien. En ze zei, dan moet je heel hard knijpen. En dat kan zijn. Toen kon ze dat echt niet. Moet je heel hard knijpen. En dan het dopje los. Dus ik haal het dopje eraf. En toen zei ik tegen haar, ruik maar even. Maar wel dat je met je hand, je rechterhand, linkerhand, maakt niet zoveel uit, dat je wappert naar je neus. Dus niet met je neus boven dat potje gaan hangen. Hè, boven dat sproetje. Dat begreep ze. Dus ik deed een pufje. En zij wapperde dat chloor naar zich toe. Nou, ze kon gelijk niet zo hoesten, kuchen. En toen zei ze, gadverdamme, wat is dat smerig? Ja, dat is chloor. Chloor is niet, ja, chloor is leuk als huishoudreinigingsmiddel. Chloor doodt 99% van de huishoudbacteriën ofzo. Maar dat is niet gezond om dat binnen te krijgen. En die jongens in Vietnam die deelgenomen hebben aan het experiment om te kijken of het echt wel ontbladert. Wat ze natuurlijk al lang van tevoren wisten. Maar zij zaten te turven van die blaadjes. En die kregen die rotzooi binnen. Die jongens die, ja natuurlijk zijn ze al lang dood. Want we hebben het hier over de Vietnamoorlog, 1970. Maar ze zijn wel vroegtijdig de pijp uitgegaan. De oorlog tegen mannen. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.